दुनिया बचती है कब न्यारी। जाने फिर क्यों मन का पंछी माया में फंस जाता है कोई। Prachtig. Ravi Saab met dit mooie nummer, lieve mensen. Uit de film Naya Kadam. Kohi aata hai, kohi jata hai. Ye jag ka reet hai. Phir bhi log moh maya mein phas jate hai. En wij mensen, hè. We raken verstrik in allerlei aardse goederen en wens van gehechtheid en verbondenheid, waardoor wij de realiteit uit het zicht, uit het oog verliezen. Ik had aangekondigd dat ik vanmiddag een interview zou hebben met meneer Jyotish Jagannath. Lieve mensen, dat is de coördinator van de ABOP in het Reisdistrict Nikkeri. Maar door familiaire omstandigheden heeft hij vandaag moeten afzeggen. Maar de ABOP heeft meer actievelingen die vanuit de VHP uiteindelijk overgestapt zijn naar de ABOP. En een van de mensen van het eerste uur die uiteindelijk al heel gauw de VHP de rug heeft gekeerd en zich heeft gevoegd bij de ABOP, en die waarschijnlijk morgen ook een belangrijke rol te vervullen heeft bij de regiovergadering van de ABOP in Nikkeri, dat is de heer Pat Gayadin. En de ABOP heeft hem vanmiddag naar voren geschoven om het gesprek te doen, om u te informeren wat er allemaal in het reisdistrict Nikkeri gaat gebeuren. Meneer Pat Gayadin, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag meneer Kartaram, de luisteraars ook, ja, van mij kan. Goedemiddag, fijn dat we u kunnen spreken. Ik zei, hè, u bent een van de eerste uit de VHP die uiteindelijk de partij de rug heeft gekeerd. U was een van de prominente propagandisten van de VHP. En als ik het goed heb, heb jij ervoor gezorgd dat er heel veel mensen in 2020 zijn gaan stemmen op de VHP. Maar jij bent een van de VHP'ers die zwaar teruggesteld bent geworden. En je hebt toen gezegd, nou, dan maar een andere partij, maar geen VHP meer. Daar gaan we niet over praten. We gaan het hebben over de ABOP, om de mensen een beeld te geven van wie je bent, die je nog niet kennen. Morgen is er een bijeenkomst van de ABOP georganiseerd in het reisdistrict, heer Gayadin. Nou weet ik dat de heer Brunswijk ook naar die bijeenkomst gaat, en meneer voorzitter van het parlement, Marinus B., om een regiobestuur op te richten. Betekent dat de ABOP nu toch wel ook het werkgebied Nikkeri gaat overnemen? Meneer Kataram, dus de mensen die in Nikkeri actief zijn en de mensen van Nikkeri, die weten dat de ABOP heel hard daar werkt. Ja. Terwijl de VHP daar komt en belooft 100 dingen, 1000 dingen die niet uitgevoerd worden en mensen teruggesteld zijn, werkt de VHP hard, de NDP ook. De strijd daar in Nikkeri gaat toch tussen VHP, ABOP en NDP. En wij maken op 1 zetels. Het is veranderd nu. Dus Nikkeri heeft 3 zetels nu. In de nieuwe concept. Ja. Die Santoki concept. Ja. 3. Dus daar heeft de ABOP 100% in. We gaan een historische overwinning daar boeken. Ja, jullie gaan voor maximum aantal stemmen die uiteindelijk een zetel moet opleveren op basis van de stemmen in Nikkeri. En dat is ongeveer zo'n 6.000-7.000 stemmen. Bijvoorbeeld 6.000 erbij al binnen. Ja. Maar als het 7.000 kan, dan moet het 7.000 zijn. Ja. En je zegt, ja. En jij denkt van dat nu zeker makkelijk te halen is. En dat er 3 partijen zijn die mogelijk zetels gaan verwerven in Nikkeri. Dus VHP, de ABOP en de NDP. Dus de VHP gaat heel veel terugvallen. Ja. Ze gaan terugvallen naar 1 zetels. Ja. Maar als ze niet oppassen, dan hebben ze met dat ook een probleem. De NDP gaat die ene zetel bouwen. Ja. En die ene is van ABOP. Ja. Samen met PL. Ja. Ja, samen met PL. Ene is van ABOP. En
heen gaat. Maar natuurlijk is het nog ver, verkiezing. We moeten nog harder werken. Dus niet verslappen. En we zijn elke dag bezig op het veld. En we hebben dokter Jagannath gebracht in de partij. En hij heeft een heel groot aanhang. Dokter Jagannath is arts. Hij is heel geliefd in het district. Ja. En hij was ook bij de VIP. Dus hij heeft een, met de komst van dokter Jagannath en nog een paar mensen, dan is het partij snel gaan groeien in het district. Ja. En Jagannath wordt de voorzitter voor het reisdistrict, voor de ABOP? Ja, Jagannath, meneer Jagannath is voorzitter van het bestuur van ABOP in Nikeri. Dus hij leidt ABOP daar in Nikeri. Ja. Natuurlijk heb je meer mensen. Ja. Je hebt nog een paar mensen, ondervoerder en secretaris en het hele bestuur. Maar alles gaat via meneer Jagannath. Hij is de man van ABOP daar. Ja. En wij ondersteunen, ik ben ingezet door de VP om landelijk te coördineren. Maar meer Saramaka, Nikeri, Komowene, Paramaribo, toch? En Marowene laat ik voor de VP zelf, Bogopondo ook. En ik ben meer op Komowene en die andere districten, Nikeri. En jij coördineert de campagnes in die plaatsen? Ja, samen met nog meer mensen. Ja. De voorzitter van de Nationale Assemblée, meneer B. Ja. Marius B, die is eigenlijk de algemene coördinator. Okay. Die is algemene coördinator van de ABOP, landelijk. Ja. Dus meneer B coördineert en wij ondersteunen meneer B ook. Maar ik heb de toestemming van de VP dat ik ook mag coördineren. Mm-hmm. Dus ik werk met alle twee, met meneer B en met de VP. Ja. Nou is bekendgemaakt dat morgen de heer Brunswijk ook naar Nikeri gaat. Is dat uniek? Is dat bijzonder dat hij naar Nikeri gaat? Ja, het is heel bijzonder omdat wanneer mensen horen dat de VP daar komt in Nikeri, daar hebben we sowieso 5,000-6,000 mensen daar. Mensen houden van hem daar, omdat hij heel veel doet. Hij helpt de arme mensen daar. Hij helpt de reisboeren daar. Kijk, als ik een voorbeeld geef van de reisboeren, de president is daar gaan vergaderen met de VIP, zo'n grote show. Heel groot in de media. Ja, boeren gaan compensatie krijgen. Tot de dag vandaag hebben ze niet eens 1 US dollar of 1 SRD gekregen. Niks, alleen maar beloven. Beloven, 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 op den duur niks. Boeren zouden een stuk grond krijgen om hun landbouw landbouw te doen. Het oud terrein van FAI zouden ze voor 300 mensen verdelen. Ja. Dat ze aan landbouw konden doen. Maar ze hebben die mensen geroepen, 300 mensen, een hele grote show met de president, met de minister van LVV, met de hele corrupte top van LVV daar. En ze hebben 300 mensen geroepen en toen die 300 mensen daar zijn gekomen, hebben ze gezegd, kijk, we gaan een loting doen van 30 mensen. 30 mensen kunnen een perceel krijgen. En 30 mensen hebben verloot. De 30 mensen die aanmerking zijn gekomen van een perceel, een landbouwperceel daar, die hebben een contract gekregen van een jaar. Van een jaar. Van 1 jaar. Dus zo'n landbouwer gaat het perceel nu in polderen. Hij gaat eraan werken, hij gaat zaaien en na een jaar moet hij weer inleveren. En die contract is niet gegeven aan de boeren. Die contract heeft de minister van LVV zelf gehouden. Ja, ja. Boeren hebben niet echt bezit over dat perceel. Nee, en wanneer de boeren opkomen, dan zeggen ze, ja, boeren altijd te klagen. Ja. Heel niet belangrijk aan boeren klagen. Ja. Maar heel niet belangrijk aan doen de boeren. Ja. Nee, heel niet belangrijk aan de klagen toch. En de VP komt, de VP zegt, oké, laten we praten wat het probleem is. En morgen wordt het een bom. Ja, morgen wordt het een bom, hè, want ik weet dat hij de boeren heeft uitgenodigd, de paddyboeren, om naar het centrum van de ABOP te komen. En daar komen de boeren waarschijnlijk massaal. Wat heeft hij ze te vertellen dan? Kijk, de boeren gaan zeker komen. Ja. Want veel van de boeren die
ABOP zijn, je hebt ook anderen die via VIA zijn, en je hebt anderen die geen partij zijn, ze komen voor hun belangen ja. daar. Ja? Dus wanneer de boeren komen en de boeren zien, er wordt wel wat gedaan voor hun, dan wordt het automatisch ABOP, ja. Want de boer en de kerry, wat men niet vergeet, men brengt het altijd in het etnisch, hè? Ja. Ja, via Pena, we staan in het district, ABOP namatjes niks. Maar hoe heeft NDP altijd zitten dat gekregen? Dat doekje is daar, hè? Ja, behalve doekje. Ja. Maar je had ook een keertje 3 zetels voor de NDP. Ja. En 2 was voor VAP. Zo? Ja. En wanneer ze dat zeggen, kijk dan aan de Keriaan, kijk wat je voor me doet. Wat doe je voor de gemeenschap? Ja. Dat kijken ze. Ze kijken niet naar... je komt mooie shows geven, je komt met de helikopters, met 5 helikopters. Kijk, tot de dag van vandaag, meneer Kartaram. En we praten, dan moeten we praten ook. Tot de dag van vandaag is dezezelfde president nooit met de auto naar de kering geweest. Nooit. 4 jaar al. Nog nooit is hij ooit met een paar auto's naar de kering gegaan. Met helikopter, 3 helikopters, 5 helikopters worden ingezet. Ons belastingsgeld, en dan gaat hij doxa eten, dan gaan ze chillen, en dan komen ze weer. Ah, je hoort de boeren voor de gek. Ja. Ja? Dus dat gebeurt er daar. Ja, maar goed, u zei net, de bom gaat morgen barsten, hè? Wat bedoel je daarmee? Kijk, de bom gaat barsten, we hebben op dit ogenblik veel VAP'ers die willen overstappen. Ja. Naar de NDP. Ja. Een paar hebben gezegd, kijk, morgen gaan we niet direct komen. Een paar hebben gezegd, kijk, we gaan morgen direct bekendmaken dat we binnen zijn. Maar je hebt een paar die zeggen, hé, hey, we gaan 3 maanden of 4 maanden voor de verkiezing. En als ik zeg, de VIP's doet aan het doodbloeden. Ja. Een partij die daar nu de overhand neemt, is de NDP. Da? Maar het hangt ook af wie de NDP voordraagt. Ja, want NDP is behoorlijk sterk daar nu. Ja. Ja. Dus wij van ABOP, we houden rekening met VAP en NDP. Ja. Maar één ding kan ik niet begrijpen. Dus ze zijn zo laag, de VAP'ers. Wanneer ze daar gaan om propaganda te maken, dan zeggen ze doodleed, no stem ja Jukwer, no stem ja Blakamang. Dus zo laag zijn ze. Toch? En in een politiek voering. Dat je zegt, joh, zijn ze Surinamers? Ja. Ja? En dan vraag ik me af. Zelfde mevrouw Harriet doet dat. De minister van LVV doet dat. Zelfde president doet dat. Ja, die zegt, dus stem je de Juka. Ja, dat neem ik taki. Maar dan maak je de Juka is het toezani. De Blaga is het toezani. Ja. Ja? Ja? Okay. Want als het VAP zouden kijken. 75 jaar met een Kartaram VAP. Ja. Wat heeft VAP voor de gemeenschap daar in de kering gedaan? 75 jaar. Hun leider was zelf daar geboren. Ja. Oprichter. Zelf een brug is niet gekomen. De Heenaarbrug is zelf gemaakt door Boutersen. De brug over de Kopaname rivier is ook door Boutersen gemaakt. Als Boutersen niet was. Zou deze dingen nooit zijn gekomen. Ja, maar nu hebben die regeermacht, hè? Ik bedoel, het is een ABOP-VHP regering. Ja, nou ja. Heeft de VHP niks gedaan voor de boeren. De ABOP, als die dat gewild had, had ook natuurlijk heel veel kunnen doen. Wat heeft de ABOP wel gedaan voor de boeren in die keer, 4 jaar lang? Dus, eerlijk gezegd, ja. niet veel. Ja. Maar wij zorgen wel dat die boeren op tijd hun bazookat krijgen. Want een tijdje was het ook zo. Dat de boer geen bazookat kon krijgen, want men vond die man is landbouwer. Ja? En daar had men geen bazookat. Men heeft toegang tot een paar instellingen via de VP. En dus je moet begrijpen, landbouw is een ministerie van LVV, hè? En dat valt onder minister Udin. Ja. Via de VAP. En de hele top van de VAP daar. Is corrupt en corrupt en corrupt. Van tot de directeur, tot de onderhoofd, tot iedereen is corrupt. Iedereen is corrupt daar. Niet alleen
pest zegt dat. U heeft zelf in de tijd de paddy voorzitter van de producenten interview gedaan met hem. U heeft ook een paar andere mensen laten praten en iedereen zegt hetzelfde. Het kan zo niet doorgaan toch? Ja. Kijk, je komt en je maakt een grote show en je doet niks. Dus de ABOP wil nu overnemen wat VAP niet kan. Dus dat gaan we dat zijn we niet bezig te doen. Maar, dus zeg je dan dat er wel een ABOP-VHP-regering is, maar dat de VHP bepaalt wat er gebeurt? Ja. Bij minister van de LVV is dat wel het geval. Ja. Bij minister van de OV is dat wel het geval. En bij de DC's, de districtscommissarissen, alle districtscommissarissen van ABOP, die krijgen geen geld. Het geld wat ze krijgen is net om olie te vullen voor deze auto's. Maar als je de vergelijking maakt van de DC's van de VAP, die krijgen allemaal geld. Die hebben toegang tot OW, die hebben toegang tot LVV. Ja? En alles wat daar zit is nep. Ja. En we zijn, we hebben hard gewerkt. Dus terwijl de VAP daar gaat elke weekend. Kijk, de president is elke weekend daar. In de kering. Toch? Elke weekend is hij in de kering. Samen met de first lady, samen met de minister top. Maar die mannen gaan alleen maar eten en drinken bij de kapitalisten. Mensen die sponsors waren van de NDP. Daar gaat de president nu. Dus hij heeft geen tijd voor de kleine landbouwer. Ja, maar nou zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen bij de boeren. Want de VP heeft ze morgen persoonlijk uitgenodigd, hè? Kom. En ik las ergens dat hij gaat vertellen waarom ze die 10.000 SRD aan compensatie niet heeft gekregen. Dat was beloofd, hè? Waarom? Wat is het verhaal dan? Waarom hebben de boeren die 10.000 SRD niet gekregen? Het geld is al verdeeld door de LVV-top. Onderling. Het geld is al verduisterd door de LVV-top daar. Kijk, laat me je voorbeeld geven. Ja. LVV zou kunstmest brengen via meneer Ramadien. Ja. Ze hebben heel goed reclame gemaakt, kunstmest. Goedkoper. Maar het kunstmest wat ze brengen is voor suikerriet. Is niet het kunstmest van Venezuela of van van Turkije of waar dan ook. Kwaliteit kunstmest. Die Ramadien gaat naar Guyana en hij neemt kunstmest van suikerriet. Dat brengt hij. En ik weet niet wat voor verpakking ze doen, maar het is gebleken dat het geen originele kunstmest is. En dan moeten ze zo duur betalen. En dus het probleem is groot daar. Dus niet dat de VP de boeren heeft uitgenodigd, dat ook. Maar de boeren hadden ook de VP uitgenodigd. De boeren zijn al moe met de president om met de president te praten. Maar de boeren zien via de VP, de vicepresident van ons, heeft een luisterend oor naar iedereen. Ja. Maar goed, die boeren hebben een probleem met de prijs die ze voor hun paddy krijgen. Het is minder dan de kosten. Heeft de VP dan een oplossing daarvoor morgen? VP heeft een oplossing voor dat. Ja. En het is heel simpel. Ja. De boeren investeren heel veel. Diesel, chemicaliën, maar een en ander. Ik weet niet wat meer, maar ze investeren te veel. En je hebt een hele jaar om de prijs bekend te maken, een goede prijs te regelen. Maar wat gebeurt er? Ramadien is vriend van de president. Narven NV is vriend van de president. En deze mannen kopen het paddy op. Dus dan maken ze een mond, een kartel. Ja. Dus dan zeggen ze, nou, we moeten horen. Dus terwijl de president daar springt, dan ai. LVV gaat compenseren. Dat drinkt president. Drinkt president en eet president met die. Opkopers. Met die kapitalisten daar. Ja. En dan lachen ze die boeren uit. Zeg, loko van mijn job. Dus dat gebeurt er daar. Een goede prijs. Met deze president gaat nooit komen. Kijk, 4 jaar lang hebben ze al zo'n probleem. Ja. Als je de beelden nagaat van mevrouw Harriet Ramdien. Van de president, van de hele top van PHP. Wat hebben ze beloofd voor de verkiezing? Boeren zouden beter worden. Boeren zouden beter behandeld worden.
boeren zouden een beter prijs krijgen. Niks, nada. Niks. Ja, het lijkt alsof ze krak houden wanneer boeren geen water hebben. Dan kunnen ze in slag slaan. Of wanneer te veel regen komt. Ja, alles is onder water. Dan gaan ze weer compenseren. Ja, en dan betalen ze een paar boeren die geleerd zijn aan hun. Maar de overgrote deel gaat naar de directeur en naar de directeur. Als hij nagaat wat de directeur daar reed. Als hij nagaat wat een beleidsadviseur daar reed. Iemand die opgesloten was voor fraude. Die man was opgesloten voor fraude. Toen Duki DC was voor Nikeri. Was iemand, hij speelt journalist daar. Maar die man was opgesloten voor fraude. En deze man hebben ze genomen. Een nieuwe pick-up, brand new pick-up, telefoon, olie, alles. Hoe gaat dat ding? Die man heeft geen enkel verstand van landbouw. Over wie heb je dan? Ik heb het over meneer Risti. Meneer wie? Risti. Risti. Ja? Ja, die man is benoemd tot beleidsadviseur bij OE. Ja? En die man, daar hebben we via PIN vergaderd bij CMC. Dat hij zo geregeld met geld van de belasting. Betaler hier in Suriname. Brand new pick-up. Olie, alles. En die man is opgesloten geweest. Die man is gevonnist. Wegens fraude. En ik weet het door wat de president had beloofd. Dat hij criminelen kan herkennen. Is echt niet zo. Want toen ze in oppositie waren, was dezelfde Matura. En dezelfde president. Die wanneer iemand van de NDP wat zei. Direct zegt president, ik kan de criminelen wel herkennen. Wel, waarom kan hij die criminelen nu niet herkennen? Dat gebeurt er. Dus er moet een hele verandering komen daar. Als de boeren werkelijk willen helpen, ben ik blij hoor. Al gaat VAP het helpen, ben ik ook blij voor ze. Maar help die mensen werkelijk. Kom geen politiek spelen. Ja, kijk meneer Kartaram, als ik je zeg, ze hebben een vrouw gebracht. Vanuit Nikeri, VAP had een massameeting tot 25 mei. Ja. Afgelopen. Ja. Ze hebben een paar mensen met de bus gebracht naar Paramaribo. Naar Stichting Olifant. Voor die massameeting. Onderweg is die vrouw overleden in de bus. Ja. Als ik je zeg, luistert u goed hoor en ja. De luisteraars ook. Ja. Zelf 1 cent heeft VAP niet betaald. Zelf 1 cent heeft VAP niet betaald. Die mensen zijn bij ons gekomen. Bij de ABOP. De ABOP heeft het betaald. Huh? Had de voor VAP een portie eten? Ja. Kijkt u hoe laag de partijen zijn geworden. Maar hoe is die vrouw overleden dan? Voor een portie eten. Is die vrouw overleden door toedoen van de VHP of was ze ziek? Nee, ik weet het niet. Maar ze is naar een massameeting en ze is nog niet thuis, toch? Ze is nog in de bus. Ja. Jij als partij, wat moet je doen? Ja, dat kan altijd gebeuren toch dat iemand onwel wordt. Ja, dus daar kom ik niet. Misschien was ze al ziek, misschien was ze ziek. Nee, ja, dat kan, maar daar kom ik niet. Maar als mens, kan je zeggen, ze is met de VAP gekomen toch? Ja. We gaan er begraven toch? Ja. Is dat zo moeilijk? Oké, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben die mensen niet... Nee, dat hebben ze niet gedaan. Oké. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Ja. Dat heeft de ABOP gedaan. ABOP via mij hebben ze een paar mensen... mij benaderd en zei nee, VP gaat het regelen. Ja. Ja. Jullie hebben de begrafenis voor die mevrouw betaald. Ja, dus ik weet niet of ze meer hebben bijgezet, maar we hebben wel deels of helemaal gezet. Ja. Ja. Want VHP, dus ze hebben van de VHP geen cent gekregen, daarom zijn ze nee, die mensen zijn gewoon geen cent. Ze de ene zegt, die moet je daar gaan, de andere zegt daar, de andere zegt daar. Niemand was te bereiken. Niemand is te bereiken. Vele VAP. Niemand kan er hebben. Kijk, er is nu een andere mevrouw met haar dochter toch van 9 jaar. Die heeft een nierziekte. Zij moet naar Amerika gaan voor transplantatie, no? Transplantatie, van die nieren. Ja. Niemand kan er helpen. Kijk, onze VP gaat helpen. Die betaalt onze de kosten. VP gaat er helpen. Meneer Brunswijk gaat de kosten betalen voor dat kind. Ja, alles compleet. Ja. Meneer Ronnie Brunswijk, onze VP, onze sociale leider, die gaat alles doen. Ja, maar... Ja? En dat vind ik
Er zijn zoveel kapitalisten daar, niemand kon er helpen. Ja? Dat is een Nigeriaans meisje. Ja, en ze is, laat me zeggen, ze is bij mevrouw Rabin geweest. Ja. De president was daar in het district, ze is bij mevrouw Rabin geweest. En ze heeft mevrouw Rabin gezegd, kan je mij in contact brengen met de president? Toen heeft mevrouw Rabin, Harriet Rabin, gevraagd wat het probleem is. En mevrouw heeft mevrouw Rabin verteld wat het probleem is. Rabin zegt, in een konamina gaat het probleem dus niet. Dat kan het probleem dus niet. Oh. Wel, zulke mensen die daarna komen? Ze heeft die mevrouw weggestuurd. Zeg, kom... Ja, ze heeft die mevrouw doodelijk weggestuurd. Ja. Henriette Ramdien heeft dat gedaan. Ja, Henriette Ramdien, ja, ja. Heeft dat gedaan. En dat weet je zeker? 100%. Ik ben in contact met die mevrouw toch, elke dag. En dus zij is eerst bij Ramdien geweest om contact te hebben met de president, zodat die kan helpen dat dat kind naar Amerika, voor Amerika kan, voor die niertransplantatie. En mevrouw Ramdien zegt, no konami nanga de sandisi. No, in een konami nanga de sandisi. Ja. Zo? Ja. Ze heeft ook gezegd, ik ga dokter Jagannath meka jukayepe. Zo heeft ze dat gezegd. Zo wreed. Ja. Ja, zo wreed. En die vrouw is bij mij gekomen, die vrouw begon te huilen. Ja. Ik heb die vrouw gezegd, mo meka jukayepe werkelijk. De vier stuk. Ja. Mo meka jukayepe werkelijk. Zo? Ja. Zo is die schaamte nu daar. Want ze hebben gezien, het is net als iemand een wedstrijd verliest. Toch? Dan zijn ze niet meer sportief. Dat gebeurt er met VAP daar. Ja. Dat gebeurt er daar. Kijk, als je zegt dat dokter Jagannath wordt aangevallen. Met dit, met dat. Dan hier, dan daar. Ja? En is het een teken van zwakte toch? Hoe bedoel je aangevallen? Is het letterlijk? Ja, niet fysiek bedoel ik, maar aangevallen door op social media. Ja, ja, ja. Ze zeggen, die gaat haar van de VP. Toch? Ja, ja, ja. Ja? Dus, ja. Ze schelden hem uit. Ja. Ja, ja. Dus, ik heb dokter Jagannath gezegd, maak je niet druk. Maar ze hadden niet verwacht dat dokter Jagannath hen zou laten. Maar dokter Jagannath heeft zelf gezien toch. Is alleen maar beloven. Whisky drinken. Doxa eten. Wanneer de president komt. Show maken. Niks meer. Ja. Niks meer. Ja. En... Dat gebeurt er. Kijk, in de carrière, kijk, mensen zijn niet dom meer, hè. Ja. Kijk, de jaren 60, 70 was een andere tijd. Mm-hmm. De jaren 80. Maar nu, als er wat is, kijk, u zit nu in Nederland en ik ben in Suriname. Wat een interview. Het is kwestie van seconden geweest. Ja. Dus nu is het, nu is iedereen slim geworden. Nu, als er wat gebeurt, als die mevrouw wat op FB zet of waar dan ook, weet het hele wereld. Dus mensen nemen afstand. En veel afstand ook. Ja. Ja. Hoeveel mensen verwachten jullie morgen daar dan? In het centrum van de ABOP? Kijk, het is onverschillig. We kunnen 5000 krijgen, we kunnen 10.000 krijgen. We kunnen ook 2.000 krijgen. We zijn tevreden met alles wat we krijgen. Ja. Ja. We weten dat wij zijn niet geen VIP's dat ze 5.000 mensen krijgen. En dat zeggen ze 25.000 mensen. In Olifant. Want die hele olifant kan nooit 25.000 mensen daar nemen. Ja? Ja. Dus wij zijn gewoon, als we 2.000 krijgen is meegenomen, als we 1.000 krijgen is meegenomen, als we 5.000 krijgen is meegenomen. Maar als je 1.000 mensen daar krijgt in Likeri, dan sta je heel sterk. Ja. Mensen hebben geen belangstelling meer voor politiek hoor. Mensen zijn zo teleurgesteld in het land. Ja. Dat mensen hadden veel, het volk had veel hoop in deze regering. Ja. In de persoon van Chan Santokhi. Iedereen zei, hij moest het inkomen, hij moest het inkomen. Die man had investeerder, die man had alles, hij had antwoord op alles. Maar 4 jaar lang, niks. Hij zegt stabiel, dat is mijn dedelijk dagoja. Maar is Brunswijk ook niet een beetje debet aan de zaak? Hij is VP toch? Het is toch niet alleen Chandrika die het land bestuurt? Ja, hij kan debat zijn, ja. Maar het probleem is, ja. Toen ze de regering akkoord hebben gesloten, ja. Tussen VAP, ja. ABOP, PL en NPS, ja. Toen had Santokhi een hele plan toch hoe hij Suriname eruit zou halen, ja. Hoe hij Suriname zou redden, ja. Hoe hij investeerders zou brengen. Ja. Toen heeft de regering Rusland van NPS, ja.
Men is van Harjo en Brunswijk gezegd, kijk, we gaan elkaar jaren, stond ook hier. Even tak, je gaat links, we gaan links. Even tak, we gaan rechts, dan we gaan rechts. Even tak, we stop, dan we stop. Yes. Dus begin. Ja, ja, ja. Begin zei Brunswijk tegen hem, de VP, zei tegen de president. Go naar China, go to Kumoni. Go naar de Saudi-Arabië, go naar de Muslim country, go to Kumoni. Hij wilde niet. Wat hij had alleen maar Amerika, Holland en Frankrijk in zijn hoofd. Maar na 4 jaren heeft hij niks gehad. Is hij laatst gerend naar China. Dus nee, Shisha man toch dat hé, normaal over je go. Ja. Maar de Chinezen hebben hem wel goed ontvangen. Ja. In de zin van ambassadeur namens strategisch land is. Ja. Daar ontvangen ze hem goed. Ja. De tsunami fout, goud, bokshit, toch? En daar hebben ze hem goed ontvangen. Heel strategisch. Ja. Maar niet wat het. Kijk wat ze hebben ingebracht. Wat ze hebben gebracht in tsunami. Niks toch? Hij zou vreselijk. Kijk, als je het nieuws media nu volgt. Wat zeggen ze? Ze zijn bezig met het Schengen-visum. Visumvrij reizen naar Nederland en naar Europese landen. Nu pas, na 4 jaren? Nee, maar dat mogen ze vergeten, dat dring. Met... Ja, denken ze dat ze die mensen weer gaan pakken? Hmm. Want we hadden de kiezers wel gepakt, hè, 2020. Ja. Toen zat ik zei tegen mij, best moest het afvissen, gratis. Gratis. En in Afghanistan visum naar Holland morgen. Dat voor je. Nou, wat hier de man. Dus met dat zijn we de verkiezingen ingegaan. Ja. Visumvrij reizen. en 3/4 van de mensen dachten, hey, werkelijk. Vanaf de visum morgen naar Holland, jong. Daar ben ik naar Holland. Hij heeft de mensen allerlei beloftes gemaakt die zelf niet uitvoerbaar waren, maar de mensen hebben geloof. En hebben hun stem opgegeven. Nu is hij vastgelopen. Ja. Hij kan nergens, hij kan geen enkel kant meer. Ja. Dan wat doet hij? Aan om je wijdraaien kon rijden. Aan om je wang. Even aan om je wang bijdraaien, zijn nog je Gregory Rusland morgen post. Gregory Rusland wil de NPS wilde ook een paar posten hebben, toch? Ja, ja. Bijvoorbeeld financiën en andere. Waarom ben je zo gierig geweest om alles te nemen? Toch? Ja. En dan nu zeg je, de man long way. Lona Abob stult. Omdat we werken aan Abob. Wat voor Abob schuld? Abob heeft nooit bemoeid en Abob zegt, we wakken bakken jou. Pee go naar bakken jou, we wakken. Dan wat heeft Abob gedaan? Helemaal afhankelijk van Santoki. Hè, Abob? Ja, helemaal afhankelijk van Santoki. Ja. En maar... nu komt de superminister uitleggen. Ja, wij werken met Abob. Dit, dat. Daarom is het niet gelukt. We willen 34 zetels. Wel... Bij de Kartaram, je loopt in je film toch. Je schiffa, goed man dat wan zien, een potiman dat wan zien toch. Voor mij libalibi, dat de mij spit op de potiman, dat gaat hier gebeuren. Als we AP ooit alleen lekker mag krijgen hier in het land, dan kan ik overhuis als erin staan. Ja, maar India, een potiman en een goed man moeder. Maar goed, dat hebben we operatorie. Maar even nee, terug. Maar ja, maar in die films heb je toch? Ja. Arme mensen. Tsunami gaat zo eruit zien. Ja. Heel rijke mensen. En die middenklasse gaat weg. Mm-hmm. Weggeveegd worden. Okay. Je gaat arme mensen hebben en heel rijke mensen. Ja. Dat is het. Tamara, er wordt een regiobestuur aangesteld. Meneer Jagannath. Ja, al die kernen van de resorten. Ja. Heen naar Paradijs. Oostelijke polder, westelijke polder, toch? Ja. En Nino Kerry, die gaat de VP installeren. Ja. Ik denk de VP had me net gebeld dat hij al vandaag wil vertrekken. Ja. Maar hij is nog niet zo zeker. Dus maar op elk geval is de VP morgen al daar. Ja. Samen met de voorzitter van de Nationale Assemblée, meneer B. Ja. Samen met de hele top van ABOB. Met al die ministers. Het wordt een heel groot meeting van de ABOP. Yeah. En wij komen niet feesten dat het wat we mensen gaan uitlokken met muziek en dit. Natuurlijk hebben we een muziekgroep. Yeah. Maar wij gaan boodschap brengen aan de mensen.
Ja, ik heb een spotje van meneer, hoe heet die meneer van de journalist in die keer? Isaac. Isaac, ja. Isaac, ja. Heet ja. Die Isaac of? Nee, het is geen Isaac. Het is, hoe heet die goede man oh, nog? Oh, meneer Monus. Monus, ja. Die. Een videootje ja, van Monus. Nou ja, ja. Monus dat hij ook komt, want Poco de Jan oude. Ja, dus wie Monus kent, dan Monus heeft een andere manier van propageren. Een radio maken. Ja. Dus hij heeft zijn eigen manier. Maar natuurlijk gaat er natuurlijk Poco de. Ja. Poco, je kan je dat maar confus zo far dat je nog niet helemaal bara treft. Ja, ja. Dus ja. Bara gaat er zijn. Ja. Toch? Ja. En je weet hoe onze VPS. Amana, trobi tak hier amai je 100 man gelijk direct naar onze drapje. Ja. Ja, want. Onze VP. Ja. Meneer Ronnie Brunswick, ik kan tak zijn van famang. Mijn famang shit tak was mijn siki, was mana oso. Was mana prefi. Amai je pi. Ja. Amai je pi. Loko. Vorige week nog een vrouw zijn perceel, huis perceel zou een peiling gaan, 60.000. US. Ja? Heeft de VP betaald? En de persoon betaalt de VP terug. De helft van de prijs. 30.000 heeft de VP kwijtgescholden voor hem. En de 30.000 maar moeten ze betalen. Ja. Zie je? Dus ja. De VP betaalt. Wanneer de VP zegt, ik moet eens 100.000 stemmen. Mensen onderschatten, mensen lachen. De mensen zijn gewoon kiek. Maar dat die op het ook. Kare wang de dan moet ik een film dat ga ik het sturen op mijn kartaram. Dat kan de, misschien kan je het ook inzetten. Mm-hmm. En het werk, dan gaat hij zien dagelijks hoeveel mensen de VP ontvangt. Ja. Dagelijks, dan met het kabinet, met dat Oso, Mungo, Tradi, hij heeft ons geroepen op Mungo, ik ben gegaan met twee mensen, maar dat ik best voor jou zijn. Maar hij heeft bijna 200 mensen die hij moet helpen daarvoor op. Ja. En hij wordt ook moe. Kijk, dat de hele ding van EBS ook. Was ook opgeheist door VAPS. We hebben die informatie toch. Is niet door mensen denken, is NDP. Is geen enkel NDP heeft dat opgeheist. Het wordt gewoon opgevoed door de VAPS. Ja, Marciano... Er is de oplossing gekomen toch? De VP heeft de oplossing gebracht. Klaar. Ja, oplossing. Mensen werken rustig dan nu. Ja, ja. Maar goed, Marciano Hellings, die had iets naar buiten gebracht, hè, over die dure auto van Leo, 100.000 US dollar, Leo Mandy, dat hij die foto op Facebook heeft gezet. Maar goed, en daarmee heeft hij toen Marciano ontslagen. Ik bedoel, dat klopt toch ook weer niet, dat de Leo Brunswick, directeur van EBS, Potiman moest betalen energieverhoging. En hij als directeur en zijn directeuren kopen dan auto's die een bedrag, een waarde hebben van 100.000 US dollar. Als dat niet klopt, toch? Nou, Luko. Ja. Als dat niet klopt, maar alle directeur bij wat je draagt. Ja. Kar one directeur gimme, Sagona ABS, Sano bij wat je. Luko, permissie dat ik toch? Ja. Wat is permissie daaruit gehaald? Ja. Nee, maar meneer Pet, meneer Taksa Traman doe, hè? Hij gaat naar mij om. Dat je bent over de potische mijn naar konden. Je VP nou een sociaal man, toch? Ja. Maar hij liep naar de potische man. Dan als hij niet rijmt, toch? Dat, je ziet aan de ene kant zie je dat de mensen pinaren, lijden, armoede. Je ziet dat de mensen meer moeten gaan betalen voor hun stroom per kilowattuur. En dan zijn het jouw directeuren, waaronder jouw broer. Dan, Nee, maar even. Dus en die handvest. Amoni dan belasting betalen de pai, toch? Ja, Amoni dan belasting betalen de pai. Ja. Maar Adena handvest voor EBS qua. Tak wisso directeur Kong. Brother Pet. Directeur op rechts voor Wagi. Brother Pet. Dus a president. Meneer Brunswick nog handel boom. Tak a Wagi kostuum sidiri. Ja. Of zang dat kan. Ja. Maar heeft wel recht. Je kan ook niet verwachten dat Amorei. Wat vest gewoon naar Sanitok. Loko. Me, if not me. Hey. That me at a yellow tradimita, you see me to take a minister. Someone who wants to have a minister. Is that black for 40? Yeah. Message of Paranam King of Worker. Yeah. Now, I'm going to take them and talk.
code dat aan de man. Want bij zijn rij, dan moet ik met een kaart aan. Je bent minister van Buitenlandse Zaken, dan moet ik iets aan de man. Je bent ik baar mijn potje auto. Dat gaat hij zien, mensen gaan helemaal geen minister willen worden. Want dan moet ik dan wat jij die mannen hebben. Nou ja, dat op alles. Maar even, even man in mening naar het volk, naar het kondre, hè? Ja. Dat amang na trobi desto sa mai gong broko fits na broko. A president voor Venezuela. Ja. Toch? Volgens nou, regels. Uruguay. Of Uruguay, waar dan ook. Ja, Uruguay. Volgens regels aan mijn recht op een dierwagi. Maar amai ja, gong een broko VW na broko, toch? Ja. Moet hij toch ook? Dus na net, ja, ja, ja. Dus, toch? Hij gong naar wie, if hij klopt dat je aan de kant staat van de arme mensen. Hè? Dan kan je toch nooit goed praten dat in de tijd dat de mensen in het land pinaren, dat jouw broer dan met een auto van 100.000 US dollar en zijn directeuren van huis naar kantoor moeten gaan. Dat is toch onkan? Kijk, wat ze ook niet vertellen, ja. Die mensen van EBS, ja. Dat de Mapura zijn van directeur. Ja. Lekker dan, maar van EBS niet bij stroom. Niemand van EBS betaalt stroom. Van de kleine man tot de grootste man. Tot de top. Ja. Niemand betaalt. Ja, maar... dan ben ik tegen een bepaalde maffie EBS. Bijna 30 vijf let ik ook. Dat bij herjaring. Die vijf, 1000 waard, 500 waard. Dat mijn bereiding. Maar is toch, dat is ook niet rechtvaardig, toch? Alles nee, mijn pai. Is ook niet rechtvaardig. Alles mijn pai, maar de EBS maar nee pai. Van dat kan. Ja, de man pai. Ja. No, de man pai. No, one man pai. Stroom EBS. Nee, maar dan ik bedoel, if een land idee, if een regering idee, van VP idee. Dan, en hij vindt dat het onrechtvaardig is, dan moet hij daar verandering in brengen, toch? Ja, het is niet zo dat Amano kan doen niks. Dat alles aan de Santoki. Ik bedoel, EBS nou ABOP, zeg maar, organisatie, toch? Ja. Maar, nou ABOP zijn niet. Ja. Maar alle de mensen daar onderhouden aan look toe. Ja. Toch? De map op want account dat je check, de map die dat die. Het zijn allemaal via PS. Die mannen hebben belang, tramano manjamoro. Wat even luko? Je hebt een civiel oedrape. En wij verdienen 10 miljoen. Ja. Meneer Brussel, ik wil 3 op toch? Leo Brussel. Maar dan mij 3 op. Dan mij is back and road aan 1. Dat is niet een jullie kong. Dan mag ik ook, jullie zien. Dan mij bij. Dan mij bij cash kong. Dan mij sering JBS. Mijn affaire is, if mijn kaart aan mij zeggen cash. Zij de EBS niet bijna met de kartaan met de maar dan moet bijna pet. Dus kartaan moet zijn in die pet, dat pet is in die EBS nu. Dat maakt me ook boodig. Dat is het. En luk om regering kong, dan moet ik de moet op naam man. Die meneer Brunswick, Leo Tagere, hoe heb ik zakken nu, hoe heb ik op nu. Hoe luk van op boven af. Hoe op boven direct, maar op boven af. Ja. En Alessandri, na. Na gevolgen toch, vaak zie. Ja. Oké. Swan Tramang, wie zijn de andere mensen die keren? Je hebt meneer Jagannath. Moroning de? Ja, Moroning de. Dus Tamara, Pepi, dat je er kon ook aan het doen, maar dat is ook ja. Dan Tamara, nog een mandale motag, no. Uno, ik ga op. Dus Pastor Mande, ba, dat is zeker toch? Ja. Maar goed, dus, en dat dan die Kerianen allemaal, die in de resort raden komen te zitten? Ja, de Kerianen allemaal. Ja. En de VP heeft een sterke ploeg van het Paramaribo, die coördineert. Midden, ja. Meneer Bede, ja. Toch? Natuurlijk, meneer Frekode, ja. Pete Wantusmade, Sa Eko, Kong, Eluku, en VP persoonlijk de beste toe. Maar nu na snel toch video call, ja. Bam, je weet, je hebt fysiek aanwezig drapen. En de VP op praat cadeau, Tamara? Ik denk dat ik op praat cadeau. Ja. Ik op praat cadeau. En ja, ja. Is dat allemaal genoemd also naar Wagi en dat soort zani? Ik denk dat ik want Wagi en Wagi. En allemaal verloot de Wagi of Gideon's Wagi? Loco, dit is nou mooi van voor VP toch? Ja. Hij was hier voor lood. Oké. Dat was hier voor lood. Dus allemaal die kon is voor lood? Ja, natuurlijk, te doen mee naar een lood. Ja. Dan moet je ook rekening mee kunnen houden dat je kan niet winnen. Dan kun je naar mensen winnen. Ja.
Je moet kunnen maar zijn winnen, want dan allemaal winnen, dat ben je dan kan spelen toch? Ja, ja. Nou, een lot. Elmo praat prassi of niet? Nou, maar no praat prassi, maar bi, ama bi boom planning. Tak, amo praat grondrappen wel. Ja. Ama planning tak. Maar goed eerlijk, wat is maar, nou maar bij, want grondrappen moro. Want grondrappen begin vanaf 20.000 naar 50.000. Ja. En dat ene keer aan, sta kiesi pchindrappen, pchintap pching, tere mij go. Natuurlijk dat maar want toen hij alles groen dat hij bouwde kon, maar in brengen dat maar want hij zelf staat dus ook. Ja. Dus dat is nou een probleem nu. Ja. En behalve de VIP is dat het want toen mijn verkavel, mijn chip verkas, als ik er verkas dan mijn verkavel laat maar laat maar voor 100 kavel en dan er een kavel van mijn actie dus dat is dat de chip man kan bij een kavel toe. Ja. Toch want dat traden nog VIP bij 15 kavel dan want er man voor praat die want op Pimang. Toch? Tak, hey broer, tak hier. Maar VP, heb je gewoon zaken, dus dat wil ik nu. P, vrij. Want er is mijn jongen, want er is mijn tak passende. Want bijna niks nog vrij aan de keer, moro. Alles aan praat ik bak. Dit op 100 hectare, dat op 200 hectare, dat op 10 hectare. Ja, ja. Samson en Stalweide, ik ben naar LVV bakken, toch? Nou, ik ben naar LVV, dat is een probleem. De Stalweide, meneer Ratchi, we vragen aan meneer Ratchi Kisi, maar meneer Ratchi Kisi 200 hectare zo, 180 hectare, kom ik dan 70 hectare. Ja. Kort ik een groep voor 200 hectare. Ja. 200 hectare, 10 hectare namo de Stalweide. Ja. Maar, serre maar voor VAP doen, meneer Gouri, Safik, DNA lid, maar ze hebben actie, als hem precies ook. Ja. Als hem groen aan actie. Ja. Sama meneer Ratchi actie. Dat is jammer ook Kisi, dat man gaan wantra karta nu. Gwasta nieuws, gwa mesei. Ama on din strafklag in. Ma me ach misreftasio, ne ma i dus strafklag in. Da, de ma geef a flikveld uit. Gi jogi, jogi kies a flikveld. Da, per as a oti ere de ma mofo, de analyde fuzi api. Tak, de ma gole kreut, dan o, de mene rachi, de lantigua rector gira chi. Ta de ma la hasak, dan o de ma nek wantrasa ni, de ma, tjau, LVV ko, LVV din wantrasa ni. Meneer Ratchi, non la sasak. Uitspraak zijn rechter doen is, want eerst uitspraak bij de, lanti no be mag go na grong. Sestrefi, sa meneer Ratchi kisi. Ja. To, at de tweede uitspraak na, meneer Ratchi, no mag do noti tapa grong, de man wakti abodem geskil. Ja. Dus dat is mijn wacht, maar dan moet je charas aan collecten van een boom bij jou voorwinning. Ja, meneer, voor LVV is hier die net aki, dat de rechter gie agrong baka naar lanti. Nou, rechter nog gie agrong, rechter taki wacht dat boodem geskil. Maar Ratchi, je bent een beetje bewerk agrong, wacht in de asanati. Ja, ja, ja. Nou, dat rechter doen. Maar Ratchi nou abop man of fat doen? Nee, Ratchi is dat samtama tegen kring. Ja. Ratchi, enkele nou een NDP'er, een man een matief voetbouwt ofzo. En dat man dienen, dat dat man kiesie, dat man berkata, boy, faso een NDP'er kies, wang grong. Ja. Maar omen grong, Ramadin kiesie, Ramadin no bij de NDP'er, Nafen no bij de NDP'er. Ja. Toch? Nee, oké. Dus dat man kiesie en sa Ratchi kiesie, ik kan go luku. Ja. Amang e plani. Ja, dus Ratchi, maar agrondisi, bedoel, ABD, want grong, waar heel wat boeren, mang die abi kou, jarenlang de mang een beetje kou grazen drappen, toch? Nou, anders rood is werkelijk, ABD die de kou, ja. Maar bijna kou nog bij drappen morgen. Nou. De man tak 1500 kou. Ja. De rechter go, eerste lisi. Ja. Een rechter die land die laat die eerste liggen. Ja. De rechter 35 kou nog. Oké. Heb je het even snel? Ik bedoel, Abob streeft naar veel zetels. Stel dat Abob vindt tussen 10 en 20 zetels. Laten we daarvan uitgaan. Dan gaan we Abob ook draaien konden. Met wie gaat Abob een coalitie vormen? Kijk. Wanneer ze praten onderling, is mij nog met Trubi, dan een tweede lijn, derde lijn voor VIP, en onder mij nog ook de man. Mij ook tegen dat de leiders terug in een mati. Dus, en dan verrassen dat ik NDP naar Abobroko,
of abob nga NDP roko of abob nga PAP nga NDP roko to akan ala kanto opkan yuna yu kam kisi to efikisa fatal dai kan taki e de masai taki tak e werk ni med de sa e werk ni med dat es podium tal komar ya abong da sa sa met me me akti amata kan euroko nga NPS FIAP. Yeah, FIAP taka na uroko ng NDP. Meka san kondalit. Tak dema bifuro ko samo. Maar de kans is groot dat de kans is groot dat ABOP dan een NDP odre kondalit, toch? Ja, dus kijk. Je hebt ABOP, je hebt NDP, je hebt NPS, je hebt PL. Toch? Oh ja, maar PL na ABOP eigenlijk, toch? Ja, ja, ja. Ja. PL na ABOP. Ja. Omdat die, op alles heeft de VAP altijd wat te zeggen. Luko de mijn body tak akur stabiel. Goluko no 31, 32, bijna 32. Ja. Zo stabiel. Ja. Stabiel gire man, zei fena bigi moni, ano gire pchimana, le zei taki toke, zei armament. Ja. Na, de mat, nechte saka, gire manati. Tok. Laas de man me kwan so tani, na wantu drugs dira luko, luko fat drugs mafia, gwen VAP nonu. Nasaritori. Drugsmafia dena VHP? Ja, helemaal, compleet. Drugsmafia na petgeye dena takazarati. En sumada de man, die ka drugsmafia? Dus, alle de man zijn sponsor nono, ten mensen driftfok. Loko, waf den mabe egi hafen. Sumani? De mafia 8000 kilo. Ja. Na Spanje. Cocaïne. Klopt. Sa lai futra nang uit na hafen. Ja. Ja? Ja. De mafia na ama hafen, wat de particulier? Ja. Hafen. Fijka pot particulier, tak particulier ab hafen, na sant konreja. Wat particulier ab hafen in zijn naam? Ja, particulier ab hafen. En pa hafen dat doen? Particulier hebben hafen. P.A. hafen dat doen? Hafen ook. P? International hafen. En P.A. hafen dat doen? Wanda Paranam, Wanda Dijkveld. Oké. Okay. De Mailai. Ja. De Mailai. 8000 kilo. Don't man of Roto. Yes, man. The man of Mahor, no man, the man of Hora Mansrefi, the compostasani. Yeah, and the man of Happy Man. The man of Happy Man, yeah. Suman of Happy Man, I'm up on it. I am up name, my Sabi, you know, Karia Mati. Avaya. I don't know. I'm with a chief of the man. Yeah, yeah. I'm like my friend of the man. I mean, President, him move the man. Yeah. You better talk. Yeah. Ja, en ik ben even, bedoel, nou een koeldiepsing, die hebben haven? Nou, ook een koeldiepsing, abbe haven rapen doet ook. Ja, maar aan de ene... Jokama, abbe haven doet ook. Maar de man is naar drugsman? Nou, dat is naar de man die zien. Maar met die... Ja. Dat, per man van 8000 kilo, luk, laatst de man van 4000 kilo naar Holland doet ook. Ja, ja, ja. Pa moto, na en wans, de haven naar light ook. Ja, ja. Hier nog maar de camera beelden na. Ja. Zo maak je kong. Nou, maar de mannen hori. Maar je kan... Zolang ago luk op Bordeaux. Ja, ja. De mij spoor op. Mira de eef. Dus even maar doen aan de mam trotto. Ja. Maar de spoor op, de spoor allemaal op tok. Ja. Je even een airplane naar Marataka, naar Nigeria. Ja. Een airplane naar drugs. Naar benzine, vliegtuigbenzine. Maar je nog een normaal. Assemble Canada is the Mafia Manting. Assemble Canada in the middag. Geef the Openbare Ministerie van Suriname opdracht om alles te vernietigen. Ja. Sanati, Sanan nonsense dat is. Ja? Ja, ja. Dus je, eigenlijk je takita een partij, een de Morobigi partij in Sanang VHP, de kapitalisten en de man voor een groot deel bestaan uit drugsbaronnen. Dus. Nga drugsmoney sa may konono nga yeah. Nga murad de mawin na perkiseng. Yeah, yeah, yeah. Wadwaya natin na may kangat 30 milyon nga 20 milyon dala e na perkiseng. Yeah. Ano chiso mo niya mo po? E di mo prata mo? Di mo prata mo ni? Di mo prata mo ni? Di mo mawin na perkiseng. Yeah. So? And yeah, aksis refi, luku last di mo may kong forum po toksu ka na upabar ministeri. Yeah. Parket. Okto na offer, dakto ko 4,000 kilo kokaino. And di man mo sa S-fray, gesteld. En dat we advocaat actie van forum fout voor een chief verdachte, zou ik op posten van dozen naar 50 of 150 gram cocaïne. Dat is maar dat nee,
Oh, maar ze heeft een fout gemaakt, maar we gaan het herstellen, heren. Dus drapen af voor een fout noteren. Ja. Maar voor een fout terwijl na af, maar voor 4000. En zo verpand, maar ze lusten vast voor 2000 kilo. Dan is dan een president aan de keren. Let die president aan ons doen. Ik heb... A drugs bang bis don dang president in Nikeri. Ah mas dang president na tapuan ta framang. Es mana mang? No no mi no mi no sani sabi ma mama mama dang president. Ya. Dus dus president e wakang amang di smoke drugs. Sa sa de bom begin drugs. Ya ya. Mi bri mota ke ku ne relo ku di ai ko ja. Da ma de ja. A president is namo of tomorrow big drug dealer. Me attacking, pest guy didn't attacking. Amoro big drug dealer na mani si. Amani sa ala sa sa. If you no pay the man si, you lie for dong. Yeah, yeah. If you pay the man, then I might send you a cartel. Yeah, cartel for them. No, no, you look at the lies that I'm going to talk. Yeah. And Benadrimung, the man fell by na 730,000 kilo. Yeah. This Chandrika Prasad, the drugs dealer. Ya lu kan ame wanta kitok me tak jangan bawa stok me omek de mangua rektor gini da me tegi na matak me osoru what I hear top if you look top seriously dai sani yo ma mener kadaran na bifu ya ya wo stapu ma pet de mai tak fu Brunswijk ook tak ma nou drugs man loko ya if de mai tak ifaman tok ya if dem ay taki faman yeah if dem ay bab wan faman na hol langa dem ay beskite yeah dem ana next faman yeah ambati logo last one hotel opotok yeah in paramaribo logo bon bi hotel tok yeah fu yokohama yeah ah e bres we beko da sida bo do vero dus ma president go potok suma go potok president ange fro go potok yeah ya tok yeah and so my sponsor for Yapino. Amana was the sponsor to talk. Yokohama. Yeah, Yokohama was the sponsor to. Yeah. Okay. Yeah, but talk. Mina next man. Mami mieta kino motak. Bro. Ako mo ilag man. Dama sa tuwang cartel kong. Yeah. Dama play tag na may nagdechi man. Dama sa chima sa chatting kilo na 15 kilo gue. Yeah. Dama ko nagdemang play tag eh. Wewero ko saranga. Yeah. Wewero ka hard. Made biggie boys review. Dat mijn liefde dat mijn kartel verband. Ja, oké. Okay. Hey, mijn laatste vraag. Want dus mij jaren, de mij zijn nu ook vragen. Toen terecht. Maar de man dat hier, oké, bedoel, Santoki, de man drugsman, akkoord, de man, ja, crimineel geld en de sponsor de revie. Maar van Brunswijk heb je die projecten ving. Ik bedoel, al die cadeautjes en ding. Dus dat is aan mij praten. Van mij pijn is aan het hier. Van mij vind dat money. A verskil tosa Brunswijk nang asa tok migi. Brunswijk loko tradino kama benam no ataki matraja ma pur 113 kilo go to. Yeah. And dari masai jopo dari mau temi tak ai hebat alkim blasting. Yeah. Up coat is indirect blasting. Ita bi tok sulang ai go sera go to na direct na blasting ya paik ba. Te puru na te go seri na blasting ya paik ba. Yeah. Das a verskil fu a FPDC no abak kondre money for nudo. A kondre a FPDC tama fer 10 kilo go to da mai para TV a mai hor 353. Amana fana and of no amadeso. La alta da amadeso. Go tra di no kama mo gimo fest gran go to mitak no FPDC no span gimo money. Wo do antra sana nga money uno ver go to. Yeah. Ti sabi? Yeah. And oh boy, if you want to put this man on a money that thing. Yeah. En je is zo lang bezig, Guy Abob. Wat heb jij daar aan overgehouden? Kijk, bij mij is het bijna was aan de motok. Ja. Mijn taki. Loko, als je een doen en boom. Wees me begrijp de man toch, me be understand de man toch. Ja. Loko, de man loopt daar gewoon aan dat hij aan de next. Dat maakt mij zo niet. Oké, maar de man zegt je zie. Dan maak de man. Tjare morobuno. Ja, nee, maar koolib de man. Lukas corruptie. Maar broeder Pet, ik bedoel, faya voor jou zo'n bespijt, toch? Je auto, en je kan ook wat er, en benzine moet bij. Ik bedoel, sa abob doe giju telek nou? Loko, mi sabu wansani. Ja. Mi awa verhuurbedrijf, gado gimu op die kans. Ja. Mi awa verhuurbedrijf. Ja. Tadde opo. Ja.
meer verder op Chili. Ik zag er een beetje probleem van konden. Hoe heb je zich toen zien? We willen te veel hebben. Kijk een voorbeeld nou. Look wat de stemmans hebben loont toe NDP. Chote Lal, Kuldeep Singh, Kombi Marek. Alle man daar via Pibaka. Dan is er wat rapporten kan maken. Dan moet je lang goed rapporten. Gestak als een Nesari. Ja. Als een Nesari. Na heb je zich hier aan konden. Ja. Dus midden tevreden. Dan gaan we niet samen vinden. Ja. Toch? En als ik een jepie potjes maak. Dan moet ik maar. Geef me. Me jep misrefi. Me pching. Me zak wansani. Me heb to dokter. Alla toe ik heb ik skoro. Ja, want ze zijn ADEC, als ze zijn FAR. En dan ben ik 2 jaar, 3 jaar, dat de man zit er af, wat ook. De man afgoeien, dat was ook zo niet. Dus hier, als ze niet naar een beetje probleem naar konden regeren. Banaile, pa is dat pep. Je maakt money. Dat naar een beetje probleem naar konden regeren. Dat de man denk ik dat. Allemaal zijn konen, zo. Loko, even loko. Talk met elkaar daarom dat moeilijk is. Akonre die zie, ano kriorosma of na buskonre of na Japanese of na India voor akonre op, of na Chinese. Na hij understand ik me voor akonre op. Ano mi nanga you, maar veel ko de man tumsi furu, Kombi Marek, Kuldeep Singh, Chotelal, Kerplani, loko wa her Kerplani, mama de na top fufi api. Amadena fisrat pomesani bi akisrafta yo sare mo wan moro yo moni do sari gidemang ano sari gidemang tobe mo sare mameki mada hindustani e haide paisa toch ya haide paisa tatep sangare mang tatep sangare mang tarwel tarwel akrioro e fama be bo wo sofeng ama bo wo so yapting ama de restofeng ama ne lukutak mo pullo ya kodreja 10 generasi moni dengan 20 generasi moni momeki. Abum. Tak terkira kodre. Hai brother Pat, thank. Ya, yeah, okay. Sukses morgen. Ya, yeah, ya, yeah, okay. Okay, preachers. Chode te manke Zed babka. En dat was meneer Pat Gayadin, lieve mensen. Inmiddels 4:06. Ik heb een eerder opgenomen interview met meneer Jagannath, Jyotish Jagannath. Dat interview ga ik nu met u delen, ga ik nu afspelen. Voor vanavond ga ik u een mooie avond toewensen. Smakelijk eten straks aan ieder. En een goed weekend. Sabi ko hidayi se namaste, Ram Ram Sasti Akal, aur khuda hafiz. Koi aata hai, koi jaata hai, koi aata hai, koi